Hoi, daar zijn we weer. En welkom bij een nieuwe vlog. En wat gaan we vannacht doen, Celine? Ik ga iets doen, want mama? Je gaat een modeshow lopen. Ja. Dus wij gaan nu, zijn wij onderweg. Als je ons op Instagram volgt, dan heb je gezien dat we een soort meet and greet hebben bij een kinderkledingwinkel. En dan gaat Celine dus ook een modeshow lopen. Mm-hmm. En oompie is er ook, Max, mijn broertje. Want iedereen vraagt wie is hij, maar hij is dus mijn broertje. En dus oompie van Celine. Ja. Dus wij gaan nu onderweg. Daar natuurlijk moet ik een beetje opschieten, want ik ben een beetje laat. Niet laat, maar... Het zou er 21:15 zijn. Ja, maar dat was vroeg, zeg maar, bij jou. Dus we moeten wel een beetje opschieten nu. Dus. Ja. En we moeten ook even snel nog wat eten. Ja. Maar goed, ik kijk wel even. Dus wij gaan nu rijden. Wij komen net terug van de modeshow van Monom. En het was echt heel leuk, hè, Celine? Ja. We hebben van zo'n lief meisje echt twee verschillende kleuren. Volgens mij roze en paars bloemen gehad. Ja, ik ga die zo, als we thuis zijn, ga ik die in de vaas doen. Want ik heb daar serieus nog rozen in van echt veel staart. Van mij. Die helemaal verrot zijn. Ja. Dus dat is schaamendood. Die moet ik sowieso eruit halen. Dus die komen bij ons in de woonkamer. Ja. En ja, ze was echt heel lief. En iedereen was echt lief. Iedereen die is gekomen. Ik heb iedereen en iedereen knuffels. Echt alles. Was leuk, hè? Ja. Ja, was echt ik leuk. Ik ben iedereen op een foto geweest. Ja, echt lief was iedereen. Ja. Maar goed, en de kleding was ook superleuk allemaal. Dus het was echt top. Manon was top. Ja. Toch? Ja. En die bus en Minnie Mouse. Maar goed, wij zijn nu op de Hessenplaats. Ja, bij oma. Maar het is gewoon zo'n klein winkeltje. Serieus, kijk daar een roze auto. Ja.
Het is een klein winkelcentrumpje, want Celine de Rapport was... Perfect. Très bien. Dus ik ben very proud. Dus we gaan eventjes naar de Bart Smit om... Hallo te kopen. Iets uit te zoeken. Dus dat gaan wij nu even doen. En daarna gaan we naar een vriendin van mij. Doei. Lien hier, hou jij alles vast wat je hebt gekocht? High five. Waarom? Omdat ik geluk met jou ben. High five. Dat is best moeilijk. Wij waren net in de Bart Smit. Ja. En daar kwamen ook weer kindjes tegen. Ja. Dus dat was ook wel weer heel leuk. We laten heel even zien wat we allemaal hebben gekocht. Nu snap ik het. Dit is LOL Pets 3. Oh, oké. Okay. Dat is LOL Pets 3. En eerst waren ze echt moeilijk te verkrijgen, maar nu waren er superveel. Ja, en dit is LOL Pop. Dit is Confetti Pop. Ja, Confetti Pop. Deze. Even kan zien, die heeft ze. Slime. Unicorn slime. En dit. Hier komt een unicorn uit. En hier, dit vond ik ook wel grappig, want je moet dan water erin doen en dan komt de unicorn eruit. En dit is een... Maar ik denk niet gelijk. River. Oh, wacht. Dit is voor de river. Ja, er staat er moet water bij en dan na 3 dagen komt hij uit. Dus ik ben benieuwd. Yeah. En dan gaan we nu naar mijn vriendin. Jullie wel eventjes laten zien wat ze welke. Mijn LOL pets. Hier was. Hier en hier. Hij is half zwart. Dat is dus LOL. Ik kwam, mijn kapster was ook even gekomen. Dus, en ze zei van we kunnen wel glansje doen. Dus ze heeft blijkbaar zo'n spoeling en dan krijg je weer een glans over je haar. Dus, en dat was ook echt toen ik het net had gedaan. Net had geverfd. Dus dat gaan we weer doen. En mijn haar groeit trouwens wel echt hoor. Moet je zien. Het is wel echt een stuk langer. Maar goed, ik ben nu bij de deur van mijn vriendin. Dus daar gaan we nu naar binnen. Pak jij even die spulletjes van jou eruit? Helemaal, het is weer een volgende dag. Het is in de ochtend. We waren gisteren best wel lang bij mijn vriendin blijven hangen. Ja, en we gingen eten daar, ja, filmpje kijken. Ja. En Celina zit serieus in haar kerstpyjama. Belachelijk. En als jullie denken, welke stem is dat? Mijn moeder zit nu aan het filmen. Dus dat is de stem. Haar stem en wij waren vergeten om nog één. Nou, niet vergeten. We zouden dat doen als we thuis waren, ja. Alleen werd het laat. Ja. Eén nog LOL. Jongens, hier gaat poppen. 3, 2, 1. Nou. Kijken dan. Dit is trouwens de bevoorsituatie waar ik het over had. Diep triest. Ik moest ze echt al lang eruit halen. Maar ja, ik was te lui. Of tenminste, ik had het gewoon niet gedaan. Pak jij ze, Celine? Dit is de after. Alleen het vaasje is veel te klein. Dus ik pak zo even een grotere. Maar dit waren dus die bloemen die we hebben gehad. Kijk hoe mooi. Echt niet normaal. Hé, Nien? Ja. Dus nogmaals, dankjewel.
Thank you.